Ajax in de aanval, over rechts. Steffen Hagen, lange voorzet, Geels. Schitterende goal! Wat een beauty van een doelpunt. 2-0 voor Ajax door Ruud Geels. Ruud Geels, je hebt 4 succesvolle jaren bij Ajax gekend. Hoe ben je bij die club terechtgekomen? Ik speelde bij Club Brugge op dat moment. Ja, ik werd gebeld op een gegeven ogenblik door Hans Kraaij, waar ik bij Feyenoord 4 jaar mee gespeeld had. In mijn jeugdjaren, zeg maar. Van 17 tot 21. En Kraaij die werd toen seizoen 74-75 werd hij trainer van Ajax. En hij wilde me dolgraag erbij hebben. Vooral ook omdat hij me goed kon, uiteraard. Ik kon hem goed, ik respecteerde hem en ik waardeerde hem heel erg. Zeker als speler, heel karaktervol altijd geweest. Ik kwam natuurlijk in een periode dat Johan Cruijff was een jaar daarvoor weggegaan naar Barcelona. En Johan Neeskens die ging weg. Dus ja, dat was natuurlijk een enorme aderlating. Maar het was voor mij ook een enorme uitdaging om toch te gaan proberen nadat ik bij Go Ahead 2 jaar heb gezeten en bij Club Brugge 2 jaar. Om toch voor Ajax te gaan spelen. Het was voor mij een enorme eer om voor Ajax te gaan spelen. Vooral ook omdat ze natuurlijk gigantisch veel succes hadden gehad. Een hele grote naam al op hadden gebouwd in de hele wereld. En ik wilde daar graag naartoe. Ergens gelooft erin. Trekt hem nog voor ook en daar is Geels. En de score. Ling. Goed gezien is dat op Erkens. Erkens erg snel. Veel sneller dan Strooyer. Geeft die bal voor. Daar is Geels. En daar is de goal. Erg mooie goal ditmaal. Zuurbier. Goede paas van Zuurbier is dat. Notten. Ook hij gelooft erin. Moet die bal voortrekken. Komt hij. Ingetikt. Hulshof. Geels goal. Binnen een minuut staat Ajax op 3-0. Ditmaal ging René Notten achter die bal aan. Die bal werd doorgetikt en weer stond aan Ruud Geels. En die vlicht de hattrick en brengt Ajax op 3-0. Het eerste seizoen bij Ajax heb ik 30 competitiedoelpunten gemaakt. En in totaal heb ik dat seizoen 55 doelpunten gemaakt. Elk jaar trouwens. Elk jaar 55 goals. Met de vriendschappelijke Europa Cup, KVB-beker. Dat is allemaal bijgehouden. Dat heb ik allemaal keurig in de Bijbel van Ruud Geels staan. Je hebt heel veel gescoord. Maar je doelpunten waren ook altijd bijzonder. Zeker gewoon de kopballen, de omhalen. Ja, nee, ik had gewoon een goede timing en een goede sprongkracht. Het kop is gewoon timen. Het kop is niet bij je tegenstander staan, maar vrij proberen te lopen. Of bij de eerste paal, of vrij. Ja, je moet. Kijk, ze wisten eigenlijk hoe ze mij aan moesten spelen, je medespelers. Ook omdat je daar veel op trainde. Dus ik denk dat je daar veel op kan trainen. En dat ik gezegend was met een hele goede sprongkracht, dat was alleen maar meegenomen. Dat is eigenlijk al vanaf mijn jeugd geweest. Dat ik altijd heel veel calls met mijn hoofd maakte. Maar ik denk toch dat ik de meeste gewoon links of rechts gemaakt heb. Voor wie heb je nou het meeste assist gekregen? Nou kijk, als ik over Ajax spreek, dan moet je natuurlijk in de eerste plaats ook toen ik in het begin kwam Pietje Keijzer denken. En zeker Gerry Muren. Zeker vanaf zijn positie die ook heel vaak naar de achterlijn kwam. En van rechts heb ik ook van Johnny Rep menige voorzet gehad. En bij Ruud Krol, die komt altijd, dat ga je ook op beelden zien in de DVD. Dat kan je zo mooi zien. Ruud Krol was eigenlijk de man bij Ajax. Dat was de man die aanvallen onderbrak en ze ook weer opzette. Dat was een unieke speler. Daar heb ik ook heel veel respect voor, dat soort spelers. Die zien het spel en vanuit Ruud zijn situatie als laatste man, maar dan in het middenveld opkomend, strooide hij met passes. En dat was ook uniek, want hij wist precies wanneer ik, als we op één lijn stonden, zeg maar, met de tegenstander. En ik stond daar uiteraard altijd bij.
Want ik kreeg meestal een boete als ik over de middellijn terugkwam. En dan wist hij precies wanneer ik zou starten. Dus hij gaf de bal. Dan was ik eigenlijk ietsje eerder onderweg. En dan was ik altijd sneller bij de bal dan een tegenstander. En dat kun je heel goed zien op de doelpunten die ik maak. Geels moet gaan scoren. Het jaar onder Tomislav Ivic, 76-77, was het succesvolste jaar van Ajax in jouw periode. Ja, we werden natuurlijk landskampioen. Ik maakte 34 goals. Ik had de bronzen schoen met 34 goals. Ik heb tegen elke club gescoord. Dus dat wil zeggen of in de uit- of in de thuiswedstrijd. En dat is ook... Dat is ook vrij uniek, moet ik zeggen, dat je tegen elke club scoort. Dus ja, wat dat betreft was het een fantastisch jaar. 1-op-1 draaide. Ja, 1-op-1, ja. Ja. Had je achteraf gezien niet een contract moeten tekenen waarvoor je per doelpunt zou worden betaald? Ja, dat is een goeie. Dat had ook misschien gekund, maar ja, dat had je in die tijd sowieso niet. Hè. Het is trouwens wel een leuke suggestie wat je nu... Pas van Zuurbier. Rijsberg op fout. Ze gaat Geels. Gaat Geels zelf scoren. Ja! De hat-trick van Ruud Geels. De 4 jaar bij Ajax hebben bewezen dat ik op het hoogste niveau mee kon. En ik denk dat je dat als speler, maar ook als mens, dat je daar trots op mag zijn. En dat ben ik ook. Ik ben er ook trots op dat ik 4 jaar bij Ajax heb mogen spelen. En het is gewoon een hele mooie carrière geweest. Er komt een boek uit met de titel Altijd Raak. Het is een soort erkenning na al die jaren. Ja, maar ik ben wel een type geweest die nooit de pers heeft opgezocht. Dus ik heb dat een beetje afgeroepen over mij, over mezelf. Dus ik was na mijn voetbalcarrière ben ik echt meer een echte gezinsmens geworden. En ik heb mijn kinderen goed gevolgd. Mijn dochters waren international met softballen. Ik ben Olympische Speler geweest. Daar was Lucienne, mijn oudste dochter, was daar. Die heeft daar gespeeld met het Nederlands team. Ja, dat was voor mij een fantastische ervaring. En ik heb er echt van genoten toen ik... Ik zal het je anders vertellen, ik was gewoon blij dat ik tegen mijn vrouw kon zeggen, Lida, ik stop ermee. Het is zo genoeg geweest. Ik ben vanaf mijn 16e jaar tot aan mijn 35e jaar vol prof geweest. En dat heeft heel veel van je gevergd, ook emotioneel en geestelijk. Dus het was genoeg. Muren. Geels, ja, schitterende kopstoot. Ruud Geels, het is 3-0. Ruud Geels, die zijn 11e treffer van dit seizoen bak. Wat is hij sterk in de lucht. Het is 3-0 voor Ajax. Ruud Geels.